Nog één. Het is. Ja, maar ik noem het al de maand af, ik weet niet hoe het officieel heet. Don't you know you got your day? Er is pompoensoep. Ik weet niet waar ze zijn. Een koekje. Zo, dit is goed. Kijk eens aan. Zo, dit is goed. Kijk eens aan. Ik vind het wel heel leuk, maar ik ben net daar in het huis geweest, het huis. En het is helemaal bezet, alle tafeltjes zijn vol. Ja, dat is elk jaar een beetje een uitdaging. We hebben onze druivensoorten, die hebben we daar ook op afgestemd. Want je ziet bijvoorbeeld in Frankrijk hele andere druivensoorten dan hier in Nederland. We hebben bijvoorbeeld de Johanniter, die zie je ook wel in Duitsland. Dat is ook een beetje hetzelfde klimaat. In 2009, toen zijn we begonnen. Toen zijn we begonnen met met die druivenranken. En dan moet dan eigenlijk een jaar of twee, drie moet dat eerst staan voordat je echt ook druiven ervan af kan plukken die goed genoeg kwaliteit hebben voor de wijn. En sindsdien hebben we het eigenlijk een beetje als een soort hobby zijn we ermee begonnen. Het werd veel weggegeven als relatiegeschenk bijvoorbeeld, voor familie en vrienden. Nu hebben we ook wel een vrij grote voorraad, waardoor we bijvoorbeeld ook hier vandaag staan om te kijken van misschien dat mensen uit Almelo het ook leuk vinden om te kopen. Het is wat duurdere wijn dan de normale wijn in de supermarkt, maar het is zeker de moeite waard om een keer te proberen. Ik vind het een groot succes vandaag. Ongelooflijk. Vanmorgen om 9 uur waren hier al zeker 20 vrijwilligers om de kramen uit te zetten. Te voorzien van een dekzeiltje om alles te regelen. Dus dat is al een groot compliment en een mooie start van de dag. Vanaf 11 uur kwamen de standhouders binnen en de een na de ander nog enthousiaster. Het hele evenement is de hele dag begeleid door een zonnetje. Hoe fijn is dat? Nou, en de kers op de taart is natuurlijk de grote drommen mensen uit Almelo die vandaag hier naartoe gekomen zijn. En ik denk met elkaar een groot succes en voor herhaling vatbaar. Het was eerst rood, maar het wordt ook wel weer groen. Alleen. Ik heb alvast een mutsje gemaakt. Dus er wordt een kaboutertje? Ja. Waar gaat dat kaboutertje heen dan? Die neem ik straks mee naar huis en dan gaan we een kabouterpad in onze tuin maken. En wij staan hier namens Boerderij Educatie Nederland eigenlijk. We zijn dan een kleine stichting rondom Almelo. Omdat wij vinden dat we hier eigenlijk de bedrijven open moeten stellen voor de jeugd. Dus we ontvangen basisschoolklassen. We zeggen altijd van melk komt niet uit de supermarkt. En daar lachen we dan een beetje om. Maar het is eigenlijk triest hoe weinig mensen en kinderen nog weten wat er eigenlijk nodig is om die melk in de supermarkt te krijgen. Dus dat willen we heel graag aan die kinderen laten zien. Rondom Almelo zijn we nu met 4 bedrijven. Dus 2 melkveehouderijen, een schapengrazerij en een zoogkoeienhouderij. Maar we werken eigenlijk met het landelijke Boerderij Educatie Nederland. En dat houdt in dat eigenlijk een schooljuf een klas kan boeken, kan vinden in een buurt. Dus eigenlijk is er voor elke klas, welke school dan ook, is er een boerderij te vinden waar je naartoe kan met de klas. En we volgen dan met die scholen een les, vaak een duur van 2 uur. Dus dat ze ook echt een programma hebben waar ze in de school mee verder kunnen. Dus echt educatief. Het is hilarisch als een koe moet plassen of poepen. Dat vinden ze het allerleukst.